Zero Emission Services is ontstaan uit de gezamenlijke droom van een aantal partijen. Heineken en haar vervoerder CCT, Wetschelee, Engie, ING en het Rotterdamse havenbedrijf om emissievrije binnenvaart te realiseren. Met SES bieden we een totaaloplossing voor de volledige transitie van de binnenvaart. We leveren verwisselbare energiecontainers op groene stroom, 6-packs, waarmee binnenvaartschepen emissievrij kunnen varen. Met dit systeem biedt SES spelers uit de hele keten en daarbuiten, overheden, havens, verladers, een toekomstbestendige all-in oplossing om te verduurzamen. We hebben met CCT een 10-jarige overeenkomst gesloten met SES voor de afname van batterijen, zodat onze schepen elektrisch kunnen gaan varen. De kracht van SES is natuurlijk het feit dat wij alleen maar het verbruik betalen. Dus door een heel simpel PPU's te gebruiken. Dus niet zelf de initiële investering in de batterijen hoeven te doen. Waardoor wij uiteindelijk, net zoals je gewoon gaat tanken, de afname doen. De batterijinvestering is toch een vrij kostbare investering geweest. En wij beloven nu dat we dus samen met SES alleen de afname van de elektriciteit betalen. Dus de initiële investering van de batterij wordt door SES gedaan. En dat is een belangrijke bijdrage om de verduurzaming in gang te zetten. De Alphenaar is het eerste schip dat met 6-packs vaart en kan 6-packs wisselen en laden op het eerste laadstation bij CCT in Alphen aan de Rijn. De Alphenaar vaart tussen Alphen aan de Rijn en Moerdijk voor onze eerste eindklant Heineken. 6 is voor ons belangrijk omdat het heel goed aansluit bij onze doelstellingen. 2030 willen wij al onze brouwerijen CO2 neutraal en 2040 de hele keten. En uiteraard zijn we als Heineken ook betrokken als gewoon de eerste klant. Het verduurzamen van de brouwerij kan je heel erg zelf doen. Het verduurzamen van een keten moet je echt met z'n allen doen en heb je een rol in te pakken. En 6 is een hele mooie stap voor ons om onze keten CO2 neutraal te maken. 6 wil nu natuurlijk zo snel mogelijk uitrollen en daarin hebben we grote ambities. Voor een transitie naar zero-emissie binnenvaart hebben we zowel de hele keten als de overheid nodig. Een grote uitdaging, maar 6 is er klaar voor.